wat ik heel knap vond, en dat had ik thuis nooit gezien, was dat ze dan een pingpongbal in hun bus deden en dan schoot hij ze zo mee voor je kop. Nou, heb je nog geluk gehad, want de laatste keer dat ik er was, kwamen de kuikentjes uit. Ja, mijn vrouw zit nu te kijken, die vindt het helemaal niet leuk. Maar die zegt altijd, bij Hans kunnen er twee duiven op zijn stok. En als die zijn best doet, kunnen ze nog een beetje fladderen. Ik vind het zeer minimaal. Bij mij zitten er gewoon vier papegaaien naast elkaar, hoor. Hey, ik ben erbij. Hey. Hoeveel zijn je twee duiven? Ja, bij mij zitten er vier papegaaien. En een eekhoorntje. Ja. Ik zeg altijd maar zo, je hoeft geen eikel te zijn om aan een boom te hangen. Of niet dan? Ik heb het al meegezegd, ik heb een hoop vrienden, maar met hem heb ik het meeste lol gehad. Ja. God, zie je dit. Oh, je wou toch een beetje chic af? Ja, ja, ja. Nou, dat is gelukt. Het is allemaal voor jullie tijd. Hoe oud ben jij? Ik ben 18. 18? Ja. Centimeter. Nee, sorry. Nee, sorry, sorry, mag ik niet. Excuus. Mijn manager haat me als ik dit zeg. Excuus. Heb je ook kunstrijden ook gedaan? Ik heb een ster op het ijs gedaan, ja. En met je sterretje op het ijs, ik heb eigenlijk alles gedaan. Kort. Ik heb ook... dat heb ik ook nog gedaan. En ik heb 80 shows met Holiday on Ice gedaan, dus ik weet echt wel waar ik het over heb. Alleen daar gaat het nu even niet om. Maar het is gewoon een hele lastige, een moeilijke, maar ook een gevaarlijke sport. Ja, dan kun je hem gieren, hè? Maar het is toch zo, jongens, verdomme. Nou moet ik opeens weer denken aan Gerard, dat hij met die oorzuizingen bij je. Bij een van je weet. Er zaten twee mensen naast en die hadden echt een helikopter in hun oor, 24 uur per dag. En Gerard, die hebt het af en toe eens één keer in de week gegeven. En hij had het ook gehad. Nee, ik zweer het je. Ja. Oorzuizingen, dat is het allerergste wat je kunt hebben. Maar die mensen die... Die weten niet goed. dat was bij Pauw, bij Jinek. En jij had het hoogste woord. Terecht. Ja. Die vrouw naast jou wilde een helikopter in haar hoofd krijgen. Maar dat geldt er zijn. Ja. Het is een fantastisch doelpunt. Kost hem wel een gele kaart trouwens. Ja, maar dat maakt niet uit. Zit erin. Hij zit erin, dat is waar. Zit er maar eens in, Wilfred. Wilfred is woensdagjarig. Ja. Misschien dat jij nog een cadeautje hebt van een centimeter of 20. Ja. Dat minimaal. Ik wil niet zitten op te scheppen. Dit is toch echt een mannes. Maar als ik hem op je schouder leg, heb je platvoet, hoor. Ik durf die niet meer te bellen, dat nummer, want ik denk dat ik onbeschoft hoor. Nou ja, dat ben je eigenlijk vanavond al een beetje geweest. Nee, niet onbeschoft, maar wel ordinair. Nee, maar het is... Vlieg jij ook met ordinair, of niet? Ik vlieg namelijk alleen nog maar met ordinair. Hey Johan, ouwe drukkop. Ik kan me ook natuurlijk... Ik kan niet zeggen, ik kies voor die partij of niet. Je wil dat eigenlijk niet doen als... BN'er of TN'er of wat we ook zijn. Ja, maar ik vind... Als het een persoonlijke partij is... dan kun je als artiest best je verbinden aan een partij. Nou, ik vind het een tamelijk fatsoenlijke partij, hoor. Ja, ik ook. Hij heeft toch de Jolingwet voorgesteld? Wet voor de bescherming van de Nederlandse waarden, omdat jij dat roepen? Ja, dat is natuurlijk ook natuurlijk een beetje grappig bedoeld, denk ik. Maar als ik hem zo op die piano zou liggen, dan denk ik... nou, het wordt niet alleen een liedje, maar... we gaan ook nog eens eventjes lekker de pony laten graaien. Ja. En misschien gaat het nu wel niet meer door, maar dat is niet Dit is de directeur van DLM, Hans, die gast die naast Gerard Joling zit in de studio bij jou. Die wijnboer, die wil het gala van ons niet sponsoren. Pak hem even beter of laat anders Gerard het doen. Nou, je hebt plek genoeg, zie ik hem beter pakken. De tijd heeft niet stilgestaan. Het lijkt wel of je een dikbed opgevreten hebt. Ja, lekker spiertje. Ik droom nog steeds om een keer te douchen met een groot elftal. Met hoofdzakelijk zwarte spelers. Nou. Ja, dan zit je 4 maanden in een rolstoel.
Jan. Oh, wat ben je toch een gekke man eigenlijk. Jij van begrijpbaar. Maar hoezo 4 maanden in een rolstoel? Nou, die dochter van Harry Mens heeft 3 maanden in een rolstoel. Met die Lukaku, toch? Is ermee gestopt, hè? Ja, dat is afgelopen. Ja, maar het was heel anders. Zij had toch een maagsfeer? Die heeft hij aangetipt. Dat kan goed uit. Nou ja, iedereen zegt natuurlijk al dat je er heel goed uitziet. Dat is gewoon niet zo, want dat zie je namelijk niet. Maar ik moet je zeggen, je lijkt wel 64. En wat dat betreft ben je natuurlijk nog jaren mee. En zeker met de juiste belichting. En je hebt heel veel fijne vrienden om je heen. Je zit in een fantastisch programma. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik wens je een fijne dag. Geluk, gezondheid. En ik hoop dat ik vandaag of morgen weer snel bij jullie aan tafel mag. Het allerbeste. En ik zou zeggen, hou hem strak, ouwe rukker. Maar mag ik wel dan zeggen, hoe weet jij dat Johan een gouden pik heeft? Zei ik dat? Heb ik niet gezegd. Nou, maar als ik hem zo zie, zal het wel een grijze pik. Ja. Nou jongens, het niveau dat staat er helemaal scherp. Ik vind het nou wel leuk. Wilfred Gerard kent toch mijn bijnaam. Iets voor je halen, jongens. Ja, let niet op. Jij kent de bijnaam van Johan toch wel, of niet? Nee. Nee? Nee, sorry. Mag ik hem verklappen? Ja, je mag hem wel verklappen. De Witte Neger. Johan, daar zit hij gewoon. Ja. En niet aan onrecht, hè? Nee. Ja, daar zou je nog behoorlijk last van hebben, Marco. Hey Gerard, en als je dat nummer vanavond playbackt, krijg je dan toch betaald? Ja, dan krijg ik gewoon betaald. En als ik het niet playback, dat is grappig altijd. Want ik heb de laatste keer en die keer ervoor, zeggen mensen, ja, maar het was playback. Dat is voor mij het allergrootste compliment wat ik kan krijgen. Want dan zing ik live, denk ik, het is playback. Het gebeurt ook wel eens andersom. Dat ik dan playback zeg, wat heb je slecht gezongen? Maar in dit geval... Dus eigenlijk maakt het geen ene reet uit of je nou playback zingt... of je nou live zingt. Moet je goed als ik kan niks, maar ik kan wel een beetje zingen. Maar heb je ook wel eens dat je dit nummer, want dat heb je heel vaak gezongen... Ja. Dat je gewoon, omdat die band toch doorloopt... dat je gewoon uit kwaaiigheid een heel ander nummer gaat zingen? Nou, ik heb wel eens dat ik bepaalde teksten... dat ik denk, nou, dat liedje heb ik nou zelf ook gedaan... doe ik nou eens even voor deze partij een hele vieze tekst. En dan noem ik de woorden... dat kan ik nu niet zeggen, ja, maar dan rijmt het... en denk ik, oh, wat heerlijk. En dan zie ik die mensen echt zo van... het was toch anders? Ja, nou zeg tegen jou, wat ruimt er op mutje of frutje? Zegt iedereen, lik is maar lekker aan je, hè? En dan doe je het in een tekst op de muziek. Maar als je het mooi zingt... frutje, lik is lekker aan me kutje. Dat klinkt dan heel anders. 2008. Als je de klemtoon op de kaas hebt. Wat een geweldige songwriter, hè? Ja, ik heb het heel veel uit. Kerstavond. Maar jullie hebben het wel fantastisch geregeld, want ik zit naast Maarten vanavond. Ja. En het gekke is dat Maarten en ik ook nog een verleden hebben samen. Hè? Maar daar ga ik niet over hebben. Ik ga hem niet over hebben. Nee. Nee? Misschien voor het einde van de uitdaging, maar ik zit hier, jongen. Ik zit veel liever hier eens aan de tafel. Ja. Snap je dat of niet een beetje? Maar is Maarten er ook blij mee? Of? Dat weet ik niet. Het is niet wat je denkt, dingen. Maar... Nee. Maar wat die is er nog komen, Maarten. Ik zeg altijd maar zo, één kerstpiek breng nog geen zomer, hè? Ja. Nee, maar het is toch gewoon kerst en dan speel je met ballen en met pieks en met kalkoenen. Dat komt allemaal goed. Ja, het is een goede foto. Ik heb ook al gezegd, af en toe even Gerard Joling laten komen. Die is en leuk pratend en heeft altijd een leuk liedje bij zich. Ja, altijd goed, ja. Hij zingt ook nog wel heel goed, maar jij vindt het gewoon kutmuziek. Dat vind ik jammer. Maar dat heb je gezegd ook. Ja. Ja, nee, maar Gerard... Dat jij maakt niet uit. Jouw genre is niet mijn genre. Nee, dat gaat het ook niet meer worden. Jouw humor is wel mijn humor. Kijk, dan zitten we toch weer op één lijn, hè? Oude trekpop. Nog een...